Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welkom bij het tweede deel van de lessenserie over islamisch opvoeden. En het onderwerp van vandaag is het belang van het hebben van een goede relatie met jouw kind. En al voordat ik begon te werken als opvoedcoach, zag ik in vele islamitische gezinnen dat moeders zichzelf wanhopig voelden over hun kinderen, over hoe ze nou goed moeten opvoeden. Nou, allereerst bestaat er geen enkele methode die voor elk gezin, voor elke moeder en elk kind en elke situatie altijd maar werkt. En juist in deze tijd zijn er zoveel boeken, zoveel professionals die vertellen hoe je kinderen op zou moeten voeden. Maar ook juist nu zijn er zoveel vragen en zoveel moeders die met hun handen in het haar zitten en het soms gewoon even niet meer weten. Wat ook volkomen normaal is hoor. Maar soms blijft het gevoel van moedeloosheid te lang en is het gewoon tijd om zelf stappen te nemen om te veranderen. En voor degenen die de eerste les hebben beluisterd, weten dat ik adviseer om allereerst terug te keren naar Allah. Je eigen voorbeeldfunctie heel serieus te nemen en je huis een plaats van aanbidding en het gedenken van Allah te maken. Dus echt back to basic, terug naar Allah. En vandaag ga ik het hebben over het volgende advies, wat voor mij ook echt de basis is van het opvoeden. En wat ook veelvuldig terugvinden in de sira van onze profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En dat is de relatie tussen moeder en kind. Daar maakt of valt het mee. En moeders die mij al wat langer kennen en volgen, die weten dat ik soms tot irritant aan toe begin over de relatie, over de verbinding. Op vragen als, mijn kind luistert niet. Is een van mijn eerste reacties dan ook, werk aan de verbinding met je kind. Of mijn puber heeft een grote mond. Ja, werk aan de verbinding. En wij moeders hebben veel ballen hoog te houden en veel gaat op de automatische piloot. We hebben druk, heel veel afleidingen om ons heen, heel veel dingen die we moeten doen. En vele moeders gaan ook echt gebukt onder die stress van al het moeten. Natuurlijk voeden we allemaal onze kinderen wel op, maar daarbij vergeten we één aspect vaak die echt de basis is van al het andere. En dat is de verbinding met je kind, dus of de relatie met je kinderen. En we brengen onze kinderen naar school, we geven ze thuisonderwijs, we brengen ze naar sport of allemaal andere activiteiten en dossiers heen en weer. En tussendoor zorgen we ook nog eens voor het huishouden en onze partners. En vele van ons hebben ook andere verplichtingen, zoals werk of mantelzorg, etc. En eigenlijk willen we dan vaak dat onze kinderen maar meedenken en meebewegen met ons ritme. En dat gaat dus vaak ook heel goed hoor. Maar het stukje extra, die echte relatie opbouwen, dat gaat vaak voorbij. De dagen vliegen voorbij en soms heb je gewoon dagen dat je, als je echt op terugreflecteert, dus echt denkt van, ja, ik heb eigenlijk geen enkel moment echt met mijn kind gezeten, echt die één op één aandacht gehad. En in al onze drukte ligt de focus ook vaak op het corrigeren van onze kinderen en hoe we ervoor moeten zorgen dat zij zich eigenlijk aanpassen aan onze drukte. Dan dat we ons echt focussen op een van de belangrijkste onderdelen, dus die verbinding. En nou ja, we denken misschien allemaal wel van ja, we hebben een hele goede relatie met onze kinderen en we houden zielsveel van ons kind. En ja, dat is echt nou ja, superbelangrijk, dat is echt de basis, het begin. Maar die echte verbinding, dat gaat gewoon nog verder dan dat. Dat is het echte bewustzijn, die echte keuze te maken. Er ook voor jouw kind te zijn, altijd, no matter what. Bewustzijn dat we allemaal doen en zeggen tegen onze kinderen. Vaak denken we er namelijk niet eens echt over na en vaak is het ook onbedoeld. Soms weten we zelf ook niet beter, misschien vanuit onze eigen opvoeding of door andere zaken die ons op dat moment triggeren. Maar al die kleine onbewuste zaken, die kunnen telkens voor breukjes zorgen in de relatie. En als we kijken naar het gedrag van een kind, als we echt puur naar zouden kijken, zouden we altijd moeten onthouden dat een kind van nature, vanuit de fitra, die streeft naar de liefde van zijn ouders. Dat hij het liefste bij zijn ouders in de buurt wil zijn. En dat is ook echt een van de hoofdbehoeftes van een kind, zelfs als ze ouder zijn. Dus dat is echt iets dat we eigenlijk altijd moeten proberen om altijd ons uitgangspunt te laten zijn in de opvoeding. Om te weten en te beseffen en te voelen dat ons kind streeft naar onze liefde. En ook vanuit dat perspectief eigenlijk de handelingen bekijken die ons kind doet. Een kind streeft dus heel erg naar ons, om met ons te zijn. En naar onze liefde. Maar ja, zoals een kind dus ook is, kan hij dat natuurlijk nog niet goed verwoorden. En die geeft dan vaak wel allerlei hints dat hij behoefte heeft in jou. En soms zijn die hints ook heel duidelijk en komt hij lekker bij je op de bank zitten om je te knuffelen. Maar eigenlijk veel vaker zijn die hints helemaal niet duidelijk. Dus bijvoorbeeld een dramatische helbui. Dan hebben we al snel het idee als moeder, dat is normaal. En soms straffen we er zelfs voor.
Maar soms is dat echt voor een kind de enige manier om, ja, om onze aandacht te krijgen. Want ook negatieve aandacht is natuurlijk aandacht. Dus als je deze helbui bij u eens zou bekijken door de bril dat de hoofdbehoefte van jouw kind jouw nabijheid is, dan zou je er waarschijnlijk wel anders op reageren of meer tijd maken om wel met liefde en zachtaardigheid en rachma op je kinderen te reageren. Dan als je eigenlijk vooral wilt dat je kind zich meebeweegt met jou. En die dramatische helbui dan helemaal niet uitkomt. Maar misschien is die helbui wel een noodroep om die verbinding, die liefde en die aandacht. En een kind is gewoon geen volwassene, het is een kind. Dus als ik pas ook hoorde dat hoe kunnen wij zoveel van een kind verwachten. En verwachten dat hij luistert en zich continu herinnert wat wij willen en van hem vragen. Terwijl Allah subhanahu wa ta'ala, die heeft kinderen vrijgesteld en hun daden worden niet opgeschreven. En tijdens het opvoeden van onze kinderen doen ze dingen die wij niet leuk vinden, ongetwijfeld. Dat gebeurt heel vaak. En af en toe halen ze ook bloed onder onze nagels vandaan, zoals niemand anders. Dat kan alleen onze kinderen. En dan luisteren ze helemaal niet als ze wat vragen. Maken drama om iets dat in onze ogen heel erg onbelangrijk is. Nou ja, nog heel veel meer. Maar dat hoort ook allemaal bij het opvoeden. Dat hoort bij onze taak om onze kinderen te begeleiden naar stabiele volwassenen, naar stabiele, godvrezende moslims, inshallah. Dus in plaats van te denken, oh, wat is mijn kind zo ongelooflijk vervelend, wat een onhandelbaar gedrag heeft mijn kind, dan zouden we onszelf de vraag moeten stellen, wat heeft mijn kind van mij nodig om dit gedrag of deze situatie samen te verbeteren of beter aan te kunnen? Maar omdat we vaak het gedrag als vervelend zien, dan reageren we er al negatief op, want we willen alleen maar dat het gedrag en eigenlijk ons kind zich aanpast. En nou ja, dan komt er een negatieve reactie op van ons. En ons kind voelt zich, dan minder gehoord. En gaat zich dan nog negatiever gedragen, waar wij er weer negatief op reageren enzovoort. Dus ja, het is echt een cirkeltje. Maar die kunnen wij als volwassenen natuurlijk doorbreken, inshallah. Dus eerst even een stukje terug over de hechting. Wordt ook wel eens gezegd dat het eerste jaar van een mens heel belangrijk is. En in zekere zin is dat natuurlijk ook zo, want in het eerste jaar gaan kinderen natuurlijk zoveel veranderingen en ontwikkelingen door. Maar in het allereerste jaar van het leven van een kind of mens ontstaat ook de allereerste hechtingsrelatie. Een hechting was eigenlijk de affectieve relatie die een kind met een bepaalde persoon heeft. Dus in meeste gevallen is dat natuurlijk de opvoeder. Concentreert natuurlijk voornamelijk op de moeder. En een kleine baby kan zich echt meer hechten aan een paar personen. En een kind hecht zich niet aan degene die hem of haar eten of drinken geeft, maar juist aan de persoon of de persoon die die sociale interactie met hem hebben. En die interactie en het contact begint al van het allereerste moment dat je baby geboren wordt. En het is ook echt van de laatste jaar dat er geadviseerd wordt om zoveel mogelijk huid-op-huid contact te hebben met je kleine baby vanaf het allereerste moment. En het heeft ook te maken met die hechting en het vertrouwde gevoel dat geeft aan je baby. En hetzelfde met het geven van borstvoeding. Het is, ja, subhanallah, ook zoveel meer dan alleen maar de voeding die een kind binnenkrijgt. Er zit zoveel meer wijsheid in het geven van borstvoeding. Dus ook weer dat lichamelijk contact wat weer van belang is voor een goede hechting. En ook als je natuurlijk om wat voor reden ook geen mogelijkheid hebt om borstvoeding te geven, kun je met het geven van flesvoeding natuurlijk nog steeds hele intieme momenten samen creëren met je kindje. En die emotionele band en emotionele communicatie is van groot belang tijdens het hele hechtingsproces. Want deze eerste hechtingsrelatie die een kind heeft, dat is eigenlijk onder basis van alle relaties die een persoon in het leven zal hebben. En natuurlijk als de eerste hechtingsperiode om wat voor reden ook mis is gelopen, dan kan je daar ook nog van alles aan doen om het weer goed te hechten of te verbinden met je kind. Want hersenen van kinderen zijn, ja, ze konden echt nog zo flexibel, alhamdulillah. Maar het is natuurlijk belangrijk om er oog voor te hebben en ook de bereidheid om ervoor te werken. En er zijn vele moeders die ik ook begeleid heb, die zelf als kind geen goede hechtingrelatie hebben gehad. En dat speelt echt op volwassen leeftijd nog steeds door bij sommigen. Waardoor dat soms ook weer doorgegeven wordt aan kinderen en ze moeite hebben dus om te hechten met hun eigen kind of met hun eigen kinderen.
Ja, het is wel belangrijk om te proberen om dit bij jezelf en je kind te onderzoeken als je verwacht dat er sprake van kan zijn. En ook stappen te ondernemen om te verbeteren, om die cirkel dus te doorbreken. En al vanaf het allereerste moment dat een baby geboren wordt, zoekt de baby naar hechting. Want Allah subhanallah, die heeft dat zo prachtig geschapen. Het is echt het gedrag van een baby, die zorgt dan weer dat juist moeder zijn, daarop reageert. Ja, denk maar eens terug op het moment dat je kindje geboren werd. Die wisselwerking tussen moeder en kind is dan al zo mooi. En later ook het, als de baby later begint te lachen, dan reageert erop als moeder. En dan reageert de baby daar nog meer te lachen. En dat wordt dan ook hechtingsgedrag genoemd. Dus die wisselwerking tussen moeder en kind, je hebt er allebei een actieve rol in. Ja, en het is echt prachtig hoe Allah dat zo geschapen heeft. Die hechting tussen een baby en een moeder. De baby is zo hulpeloos dat zonder personen om hem heen, om hem te helpen, dan zou hij sterven. Maar Allah heeft dat geweldige moedergevoel in ons geplaatst, waardoor we ons gaan hechten aan ons kind. Een momentje, even een stukje water nemen. Want als de baby geboren is, dan zoekt het eigenlijk al zelf naar de borst. Dus gelijk na de geboorte zoekt de baby subhanallah zelf al naar verbinding, naar die hechting. Het maakt al oogcontact, luistert naar je stem, pakt je vinger vast. En baby's die worden gewoon geboren met al die geweldige instincten om die hechting te zoeken. Het is allemaal nog heel erg lichamelijk. Maar uiteindelijk resulteert dat er dus in dat de moeder goed ingespeeld is op de behoeften van haar kind. Ze reageert als hij huilt of zijn behoeftes gaat onderzoeken. Nou, als moeder leer je dan weer om te weten wat je kindje nodig heeft van jou. En kun je daar weer effectief op reageren. Je leert je dus om goed in te leven in je kind. En wat het nodig heeft. En als moeder zijn, groei je daar natuurlijk ook in. Je voelt als het ware steeds beter wat je kindje van jou nodig heeft. En natuurlijk is het niet alleen de hechting die daar in een belangrijke rol speelt. Maar ook het zien van de signalen die je kind geeft. Dat je goed in kunt leven in je kind. En natuurlijk de signalen van je kind ook goed interpreteren. En dat vraagt natuurlijk oefening. Dat gaat niet ineens vanzelf. Maar daar kun je zelf wel gewoon in trainen. En dat draagt allemaal bij aan die goede hechtingsrelatie. En zo blijft het natuurlijk het eerste jaar doorgaan. De baby zoekt veel lichamelijk contact, wil graag gedragen worden, dicht bij mama zijn. En alleen al door de geur van mama kan de baby rustig worden. Of van onze stemmen, dat geeft veiligheid. En elk jaar verder, dan raakt het kind steeds meer en beter gehecht. Volgens de pedagogiek is de hechting van een kind rond de 4 jaar afgerond. Maar ik mezelf ben eigenwijs en denk echt dat dat nog wel wat jaren langer doorgaat. En ook daar nog gevormd wordt door de ervaring die een kind of zelfs een tiener heeft. En wel is die eerste 4 jaar natuurlijk de absolute basis. Nou, en dan denk je misschien wat een ongelooflijk theoretisch verhaal over die hechting. Maar ja, het is echt die basis voor de relatie die je in je latere leven. Dat is echt de basis voor relaties die je kind in het latere leven ook aangaat. Het legt de basis voor alle sociale relaties die je kind in zijn of haar leven zal krijgen. En dingen als wantrouwen, onzekerheden, dat zijn bijvoorbeeld emotionele problemen die mogelijk ook een oorsprong kunnen hebben in het onvoldoende ingaan op de behoeftes en signalen van een kind. En soms is het natuurlijk ook geen ideale situatie op het moment dat je kind geboren wordt. En die invloeden die kunnen negatief werken op het hechtingsproces. Zoals bijvoorbeeld, als wat ik al eerder zei, dat je als moeder zelf onveilig gehecht bent of onverwerkte trauma's hebt. Of bijvoorbeeld een postnatale depressie, maar ook stress zoals huwelijksproblemen. Of bepaalde opvattingen over opvoeding kunnen een rol spelen, zoals bewust of onbewust het negeren van signalen of behoeftes van je kind. Ja, of gewoon een hele slechte start na de geboorte. Dat kan natuurlijk ook. Maar het kan ook juist vanuit de kant van je baby komen. Dat je baby door een lichamelijke of geestelijke of andere beperking geen hechtingsgedrag laat zien. Zoals het niet maken van oogcontact. Of juist het afweren van lichamelijk contact. Of bijna niet huilen, waardoor je dus ook minder op je kindje reageert. Maar ook bijvoorbeeld als een baby door ziekte veelvuldig in het ziekenhuis heeft gelegen. En helaas is dat soms zo. En belangrijk is dan echt om thuis even dat extra, hoe zeg je dat, extra tandje bij te zetten. Om het hechten met je baby.
Het is om echt heel veel bij je te houden. En zoals ik al zei, heeft een veilige gehechtheid positieve gevolgen voor het aangaan van sociale relatie en het ontwikkelen van vriendschappen en later de relatie in het huwelijk natuurlijk. Maar ook voor de stemming van het kind, het gevoel om geaccepteerd te worden, positieve zelfwaardering. En kinderen die veilig gehecht zijn, die durven ook veel eerder hun omgeving te onderzoeken. Dus zo worden natuurlijk ook weer andere ontwikkelingsgebieden gestimuleerd. En bij veilige hechting is dat gewoon een juiste balans. Dus tussen de nabijheid zoeken van de moeder of natuurlijk een andere persoon aan wie een kind gehecht is. En zelf de omgeving gaan onderzoeken. Dus als het veilig voelt, gaat het kind op onderzoek uit. En wanneer het toch heel spannend is, dan zoekt hij weer de veilige haven van zijn moeder op. En soms heb je kinderen, waaronder een paar van mezelf, die toch best terughoudend kunnen zijn in nieuwe situaties en het gewoon heel spannend vinden. En dat is ook echt helemaal prima, want dat betekent niet dat als een kind wel goed gehecht is, dat hij altijd maar nieuwe situaties aandurft. Want dat is helemaal niet nodig en ook geen indicatie dat een kind bijvoorbeeld niet goed gehecht zou zijn. Maar ja, hechting gaat dus niet altijd automatisch. Anders zouden alle kinderen goed gehecht zijn. En dan zouden er niet zoveel boeken over geschreven zijn. En een kind hecht zich alleen maar aan een volwassene die veilig voelt. En soms hecht een kind dus ook niet aan een ouder, omdat dat niet veilig is. Die persoon is dan niet die veilige haven voor een kind. Bijvoorbeeld als er sprake is van geestelijke of lichamelijke mishandeling, seksueel geweld en dat soort erge dingen. En als een kind onveilig, dus niet goed gehecht is, dan kan het weer leiden tot allerlei klachten bij het kind. Bijvoorbeeld als een ouder stelselmatig onvoldoende beschikbaar is geweest. En dan heb ik het natuurlijk niet over een keertje een overmachtssituatie. Dus bijvoorbeeld dat je als moeder zijnde naar het ziekenhuis moet. Maar echt over stelselmatig niet beschikbaar zijn als ouder. Dan kan het ook zijn dat een kind die hechtheid gaat mijden. Dus eigenlijk geen contact zoekt met de persoon waarbij hij of zij eigenlijk zou moeten hechten. En natuurlijk met alle gevolgen van dien. Of juist dat een kind overmatig contact zoekt met een persoon aan wie hij zou moeten hechten. Omdat een kind gewoon vanuit zijn vitra verlangt naar die hechting. Of bij een hechtingsfiguur, dus een ouder die heel onvoorspelbaar is. Dus bijvoorbeeld het ene moment heel warm, liefdevol en aandacht geeft. Maar het andere moment heel afstandelijk is. Boos en de behoeftes en signalen van een kind negeert. Of soms zelfs verwaarloosd. Dat kan maken dus dat een kind voortdurend op zijn hoede is. En echt te maken krijgt met extreme verlatingsangst. Bijna hetzelfde met een kind wat verwaarloosd wordt. Dat kan echt resulteren in angstig gedrag. Want een kind weet gewoon niet waar het aan toe is. Weet niet of hij liefde krijgt of boosheid. Het gedrag wat ouders dan hier in deze situatie vertonen, dat is ook echt schadelijk voor een kind. En vaak hebben de ouders dan zelf ook te maken met onverwerkte trauma's bijvoorbeeld. Of andere geestesziektes, dat kan natuurlijk ook. Dus zoals ik al eerder zei, aan een onveilige hechting is ook zeker wat te doen. Zo is het nog belangrijker om als moeder betrouwbaar te zijn. Dus te doen wat je zegt, zeg wat je gaat doen, je afspraken en beloftes nakomen. En het vertrouwen ook niet op andere manieren beschadigen. En ook belangrijk is het natuurlijk, sowieso altijd, om heel veel warmte en liefde te geven aan je kind. En probeer echt in verbinding te blijven met je kindje. Maar er vooral zijn, dat is gewoon het allerbelangrijkste. Die plek creëren voor je kind die veilig en voorspelbaar is. En bij de onveilige hechting bestaat er ook een hechtingstoornis. En dat gaat echt een hele, hele stap verder. En is echt een psychische stoornis die een kind ontwikkelt door bijvoorbeeld je hele ernstige verwaarlozing. Maar als de hechting dus goed verlopen is en een kind veilig gehecht is, dan zijn je uiteindelijk, hoe zeg je dat? Heb je zijn hart, je hebt zijn liefde, jij bent zijn oriëntatiepunt, zijn absolute basis. En die relatie op dat punt is echt dan heel sterk. Een kind kijkt naar je op, wil zijn zoals jij. Maar ook omdat wij dierbaar zijn van ons kind, kunnen wij ons kind ook kwetsen. Of zoals ik ergens heel mooi metaforisch eens hoorde, zijn hart kan ook weer gebroken worden. En als dat gebeurt door degene van wie jij zoveel houdt en wie jij zo gehecht is, door degene met wie jij zo in verbinding staat, dan is dat gewoon heel verdrietig voor een kind. Want een kind kan op school gepest worden of buitengesloten worden met het buitenspelen
of wat dan ook meemaken buiten huis. Maar als die veilige basis, dus die persoon aan wie het kind gehecht is, zijn hart breekt, dan is het zoveel erger. Want een kind kan echt bijna alles van de buitenwereld aan, zolang hij thuis die goede verbinding heeft met zijn ouders. Of in ieder geval één van zijn ouders. Nou ja, ik wijk nu een beetje af. Maar het is wel iets waar we echt goed bij stil moeten staan. Want onze kinderen die zijn zo kwetsbaar. Nou, en nu we dus weten hoe belangrijk een goede relatie is. Een goede verbinding met je kind. Dat begint al zo vroeg te handelen. Maar het is echt meer dan dat. Dus als je als moeder enige invloed eigenlijk uit wil oefenen op jouw kind. Op zijn gedrag of op zijn keuzes, et cetera. Dan is een goede hechting of relatie of verbinding. Of hoe je het ook wil noemen. Is de basis. Dat zorgt een kind dat van nature, vanuit zijn fitra, echt kan en wil luisteren naar zijn ouders. En echt waar, hoe dieper en hoe intenser die relatie is, hoe makkelijker het opvoeden ook gaat. Want een kind kiest er dan eerder zelf voor om te luisteren, vanuit zijn eigen intrinsieke motivatie. Een kind doet dan eerder wat je van hem vraagt. Want een kind neemt namelijk vooral iets aan van een persoon waar hij goed mee in verbinding staat, waar hij een goede relatie mee heeft. En een kind kan alleen een goede relatie hebben in een veilige omgeving die echt zijn veilige haven, zijn veilige basis is. Dus dat zijn eigenlijk de geheimen van een goede hechting. De ouder moet veilig zijn. Zijn hart moet veilig zijn. Dat is gewoon een voorwaarde van die hechting, van die verbinding. En het hangt allemaal zo erg met elkaar samen. Daarom blijf ik ook maar doorgaan over die hechting. Ik zei van, het eigenlijk meer verbinding. Vind ik gewoon een mooi woord. Maar hechting gaat misschien nog wel een stukje verder dan dat. Maar als jouw kind dus goed aan jou gehecht is, dan word je ook zijn anker. Dan komen we weer terug bij het eerste deel. Jij wordt echt zijn spiegel. Hij observeert jou. Hij kijkt wat je doet, hoort wat je zegt, ziet hoe jij handelt. En zal jij dan nagaan doen. En dat is hoe kinderen leren. Want een kind wil lijken op degene met wie hij het meeste gehecht is. Ik ben klaar met de... Ja, wacht even, ik ben even bezig, schatje. Ik moet zo naar beneden. Ja, ik weet het, liefje. Ga naar beneden. Wacht even, ga even aan Abby vragen. Ga aan Abby vragen, liefje. Ga even naar Abby vragen, schatje. Ik word eventjes gestoord hier. Ik zat nu even op mute. Geen probleem, Orti. Neem je tijd, Marshanne. Belangrijk kinderen even de tijd te geven als ze het even nodig hebben, natuurlijk, Marshanne. Ja, Sema, die kom. Ik ben er weer. Maar niet, zo belangrijk als mama als ze bezig is. Ja, typisch Sanne. Ik ga met haar even uit. Het hangt dus allemaal heel erg met elkaar samen. Even kijken hoor, waar ik was gebleven. Ja, dat we weer terugkomen bij het eerste deel. Dat jij wordt echt dan de spiegel van jouw kind. Hij observeert jou, kijkt wat je doet, hoort wat je zegt, ziet hoe jij handelt. En zal het ook nagaan doen, want dat is gewoon hoe kinderen leren. Want een kind wil gewoon lijken op degene met wie hij gehecht is. En om dat te beseffen, hebben we natuurlijk een geweldige verantwoordelijkheid en kansen als het gaat om het praktiseren van de islam. Volgens mij las ik pas ook bij IPEP eens een uitspraak. Ik weet niet zeker wat het bij hem was, maar volgens mij. Wil je dat je kind gaat bidden, zorg dan dat hij van jou houdt. En die komen mij echt gewoon binnen als een bevestiging van ja, want dat is het gewoon. Want een kind wil lijken op jou en vanuit nature ook voldoen aan jouw verwachtingen. Hij wil jouw liefde en bij jou zijn. Het is ook zo dat wij hier in het Westen eigenlijk van jongs af aan al bezig zijn met onze kinderen onafhankelijk te maken. Zo snel mogelijk het liefste. Want dat is eigenlijk vaak makkelijker voor ons. En natuurlijk is het heel goed om je kinderen te stimuleren om dingen zelf te doen. Dat is ook echt iets anders. Dat geeft ze een verantwoordelijkheidsgevoel en zelfvertrouwen. Maar ze blijven wel afhankelijk van hun ouders. Maar juist ook echt door jouw kinderen
te helpen en te ondersteunen. Dan blijft een kind ook afhankelijk van jou. En juist door die afhankelijkheid zal een kind heel goed onafhankelijk worden. Zodra hij of zij er zelf klaar voor is. Tenminste, als die basis dus goed is. En ik heb het al veel vaker gezegd, dat ook echt in die tienerperiode is het belangrijk dat thuis, dus de plaats waar jouw kind gehecht is, ook het basispunt blijft van je kind. Maar omdat we zo vaak zien dat tieners afstand nemen van hun ouders, veel buiten zijn, de mening van hun vrienden echt belangrijk vinden, bij hun vrienden willen zijn, dat is een beetje de norm geworden. En daarom zijn we het ook normaal gaan vinden. Want een tiener die moet eigenlijk dwars zijn en opstandig en afstand nemen van zijn ouders. Maar dat is normaal, omdat we dat zien gebeuren over ons heen. Maar eigenlijk is dat dus niet normaal. Want een tiener die goed in verbinding staat met een hechtingspersoon, is er ook in de tienerjaren nog die nabijheid van zijn ouders blijven zoeken en een ondersteuning en advies opzoeken. En dan zeg ik echt niet dat de tienerjaren dan helemaal 100% probleemloos verlopen. Dat zeker niet, maar het maakt het echt wel makkelijker. Maar ja, hoe bereik je nou die goede relatie met je kind? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, en allereerst is het belangrijk om te kijken naar het voorbeeld van de profeet sallallahu alaihi wasallam. Hoe was hij? Hoe was zijn karakter? Hij was liefdevol en stond in verbinding met de kinderen om hem heen. Zijn hart was zacht en daarom bereikte hij ook de mensen en de kinderen. En zijn gedrag is zo'n voorbeeld voor ons. Vooral ook hoe hij met de mensen omging en met de kinderen. Zoals ook in de Koran staat. En was het niet dankzij de genade van Allah dat jij zacht in de omgang was? En als je streng en hardvochtig was geweest, dan zouden ze rondom jou uiteengaan. Dus ja, als je dat ook doortrekt in de opvoeding. Wat gebeurt er als jij streng bent en hardvochtig ten opzichte van jouw kinderen? Ja, inderdaad, dan zullen zij ook van jou wegrennen. Benader je ze liefdevol en respectvol, dan zullen ze echt met jou zijn en zal je een goede relatie met ze hebben. Doe je dat niet, dan zal die relatie breuken krijgen. Want onze kinderen zijn onze amanah en ons toevertrouwde Allah. Dus echt, reflecteer bij jezelf hoe je tegen je kinderen praat en doe dat echt heel regelmatig. Want dagelijks is het vaak naar onze kinderen toe, helemaal dagen dat ze wat drukker zijn. Waarom heb je dat gedaan? Waarom heb je dat niet gedaan? Waarom doe je zus? Waarom doe je zo? En we zouden eigenlijk moeten communiceren met onze kinderen zoals wij willen dat er gepraat wordt tegen ons. En nee, liefdevol omgaan met onze kinderen betekent niet dat we alles maar goed moeten vinden en alles mag en alles kan. En we geven helemaal geen grenzen aan, want dat doen we wel, maar liefdevol. Want kinderen hebben natuurlijk ook grenzen nodig. En zoals de profeet sallallahu alaihi wasallam ook zei tegen Mu'adh, en dat is zo'n mooi voorbeeld. Hij zei, ja Mu'adh, ik hou van jou, dus vergeet niet om na elke salat te zeggen, O Allah, help me u te gedenken, u dankbetuigingen te geven en op een juiste, voortreffelijke manier te aanbidden. En echt, subhanallah, dat is gewoon zo'n mooi voorbeeld. Dat is eigenlijk wat het is. Eerst toonde hij sallallahu alaihi wasallam zijn liefde. Hij zei, ik hou van jou. En daarna gaf hij die opdracht. Daarna zei hij eigenlijk van, doe dat. En het geven van liefde aan kinderen was de basis hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam met kinderen omging. Zoals de jonge Enes een keertje zei, van ik heb niemand gezien die meer barmhartig was met kinderen dan de profeet sallallahu alaihi wasallam. En dat is echt iets wat wij echt tot ons door moeten laten dringen. Dat wij bij hem sallallahu alaihi wasallam niet enkel in voorbeeld nemen in andere zaken, maar ook juist in hoe wij met onze kinderen omgaan. Dat is in die bekende hadith, dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zijn kleinzoon kuste, waarop een man zei van, ik heb 10 kinderen, maar ik heb nog nooit een van hun gekust. En toen zei de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, die keek hem aan en zei, degene die niet genadig is, wordt ook niet genadigd. Dat is echt, die moeten we echt, zulke voorbeelden moeten we echt tot ons door laten dringen. Altijd natuurlijk, maar vooral en ook als het aankomt op de opvoeding van onze kinderen. Er zijn zoveel andere voorbeelden uit het leven van de profeet sallallahu alaihi wasallam, waarvan kunnen leren om liefdevol, zachtaardig en barmhartig met onze kinderen om te gaan.
Denk aan die andere bekende hadith, dat de profeet sallallahu alaihi wasallam zijn gebed verkortte om zijn kind te horen huilen. Dat zelfs in deze geweldige daad van aanbidding hield hij rekening met het gevoel van een huilend kind. Of dat zijn kleindochter, dat hij zijn kleindochter optilde in de salat. Maar ook, en deze vind ik zelf zo prachtig, dat hij in zijn sujoet verlengde omdat zijn kleinzoon op zijn rug was geklommen. En zo lang zelfs, dat de mensen zich zorgen maakten. Maar toen ze hem vroegen, toen zei hij dat er niets aan de hand was, maar dat zijn kleinzoon op zijn rug aan het rijden was. En hij hem niet wilde storen, totdat zijn kleinzoon er genoeg van had. Maar subhanallah, wat een liefde en wat een wijsheid. En vooral ook dat inlevingsvermogen in de belevingswereld van een kind. Hij wilde het spel, zelfs tijdens deze daad van aanbidding, niet bederven. En dit zouden we echt als voorbeeld moeten nemen. Want hoe vaak verbreek ik en jij het spel van onze kinderen? Gewoon omdat we het spel zien als onbelangrijk, omdat we zelf moeten zijn, omdat het de rotzooi geeft, of omdat we er gewoon geen zin in hebben. Zoveel redenen zijn te bedenken. Maar laten we hier echt in stil bij staan, lieve mama. Het gaat niet om... Het gaat niet over wat wij allemaal doen voor ons kind. Wat wij ze hun allemaal geven aan materiële zaken. Wat voor cadeautjes ze ontvangen van ons. Het gaat erom hoe wij met hen omgaan. Wat voor gevoel wij ze geven. En dat is waar heel de relatie, heel de verbinding om draait. Hoe ben jij er voor jouw kind? Hoe accepteer je jouw kind? Zijn we echt die veilige haven voor ons kind? Want als je dat bent, gebeurt er vaak iets heel moois. En het wordt een hele, hele mooie wisselwerking. Je staat dan helemaal in verbinding met je kind en de relatie is goed. Jouw kind mag zichzelf zijn bij jou en die geeft jou dan zoveel liefde. En om die liefde, door die liefde te ontvangen, verzacht jouw hart weer. En groeit ook jouw inlevingsvermogen en vooral jouw begrip voor jouw kind. Je accepteert en tolereert dan veel meer van je kind. Je houdt rekening met zijn gevoelens. En je ontvangt dan weer meer en meer liefde, wat gewoon ontzettend fijn is. En wat de relatie en het gevoel naar jouw kind toe weer versterkt. En jij wordt de rustplek van jouw kind. Want je kind weet gewoon dat jij er altijd bent. Altijd. Dat je hem niet veroordeelt. Dat je hem steunt. Dat je zijn rustpunt bent. Hij is dan thuis bij jou. En dan word je echt het kompas van jouw kind. Jouw goed en jouw kwaad, dat wordt meer geaccepteerd. En dan komt ook echt het punt dat wij de islam het beste over kunnen dragen aan onze kinderen. Zonder al te veel strukkelingen. Als de relatie en de verbinding goed is, dan willen onze kinderen bij ons zijn. En zijn ze ook loyaal naar ons toe. En dat creëert weer het verlangen om goed te zijn voor degene met wie ze in verbinding staan. En dan ontstaat ook het natuurlijke systeem zoals Allah dat bepaald heeft. Dat een ouder het gezag heeft over het kind. En dat een kind weer beter wil luisteren. Want het is gewoon een verlangen van een kind om goed te zijn voor degene aan wie ze gehecht zijn. Dus als een kind goed met ons in verbinding staat, dus goed gehecht is, dan wil hij ook goed van ons zijn. En dan kunnen wij zelf ook weer beter de leiding nemen. Want het geeft ook weer zelfvertrouwen voor ons. En het kind wil dan goed van ons zijn, volgt onze aanwijzingen op en doet dan veel gemakkelijker wat wij van hem vragen. En een paar van die kleine dingen die je zelf ook kunt toepassen zijn bijvoorbeeld het minder zoeken naar machtsmiddelen en straffen, maar meer zoeken naar natuurlijke consequenties van een bepaald gedrag wat je kind vertoont. Bijvoorbeeld een kind stoot een glas melk om. Nou, je kunt er natuurlijk heel boos om worden, het kind wegsturen. Maar het kind leert veel beter als hij het zelf moet opruimen. Maar ook bijvoorbeeld door het stoppen van time-outs te geven aan kinderen. Dat is ontzettend populair. Maar het kan voor kinderen echt een hele pijnlijke afwijzing zijn. En dingen af te pakken van je kind die hem heel dierbaar zijn. En hem gewoon echt pijn en verdriet doen als je dat van hem afpakt. En door al die soms wel echt gemene straffen uit te voeren, verwijdert een kind van ons. En het gedrag verandert er echt niet door. Echt onthoud dat het gedrag verandert er niet door. En subhanallah, laten we ook weer terugdenken aan hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam, hoe hij met kinderen omging. En het ook doorvoeren in de straffen die wij vaak aan onze kinderen geven. Want ik kan me namelijk echt niet indenken dat hij sallallahu alaihi wasallam een kind krijzend op de trap zou zetten.
Allah alam natuurlijk. Het geeft een onveilig gevoel aan onze kinderen, want jij bent die veilige basis en jij doet zoiets en dat veroorzaakt verwarring. Het is zelfs zo dat elke negatieve interactie die je hebt gehad met je kind, dat je daar eigenlijk 5 positieve momenten van verbinding tegenover moet stellen, om het weer helemaal goed te maken. Want mis gaat het altijd wel eens. Gaat vaak toch anders dan wat we hebben gepland. Maar onthoud dan echt dat je het echt weer werkt aan die verbinding met je kind. Dus weer 5 positieve momenten ten opzichte van 1 negatief moment. En heel vaak is een bepaald gedrag van een kind echt een schreeuw om aandacht. Want een kind kan simpelweg gewoon niet zonder aandacht. En ik kan echt zoveel verhalen vertellen vanuit mijn eigen gezin, maar ook als opvoedcoach. Zodra er echt gewerkt wordt aan de verbinding met je kind, en dan is het maar 1 moment per dag dat je echt, echt die echte aandacht hebt voor je kind, dat kan al een verschil maken. Maar als je jouw kind niet die aandacht geeft, dan zal dingen gaan gebruiken om aandacht te krijgen. En dat zien we dan vaak weer als vervelend gedrag. En zoals ik net al zei, negatieve aandacht is ook aandacht voor een kind. Zo van, hé, mama kijkt nu naar mij. Want als die vreselijke aanstellige huilbui of die gigantisch overdreven woedeaanval er niet was geweest, hadden wij ons kind misschien niet eens gezien die dag. En wellicht denk je nu van, ja, maar ik doe echt wel genoeg voor en met mijn kind. Same here, dat dacht ik ook altijd. Maar als je kind aandacht blijft zoeken, is het misschien voor jouw kind gewoon niet genoeg. Voor jou wel, maar voor je kind niet. En zoals ik net ook al zei, volgens mij, ja, bedenk eens hoe jij tegen je partner praat of tegen je vriendin. Hoe wil jij dat er met jou omgegaan wordt? En trek dat door in hoe jij met jouw kind omgaat. Probeer eens bij jezelf echt te reflecteren. Wat zou je anders kunnen en willen doen? Want nogmaals, echt al die straffen, het werkt gewoon niet op de lange termijn. Het is geen oplossing en brengt breukjes in de verbinding. En ik ben zelf moeder en ik weet dat het soms gewoon echt even genoeg is. En dan kan je wel eens uit je stof schieten en dan schreeuw je wel eens. Of je geeft een hele rare straf waarvan je later denkt van nou, dat ging echt nergens over. We zijn allemaal mensen en we zijn gewoon niet perfect. En dat is ook niet waar ik het over heb. Maar structureel je kinderen zo te straffen om eigenlijk onze zin te krijgen. En in het ergste geval, en dat klinkt heel dramatisch, maar het hart sluit zich dan uiteindelijk af. Want het hart dat beschermt zich gewoon tegen kwetsingen van buitenaf. En echt subhanallah, je ziet het resultaat bij vele tieners uit onze gemeenschap. Het kan ze allemaal niks meer schelen. Ze zoeken enkel nog die waardering van hun vrienden en hun leeftijdsgenoten. Maar ja, je kan niet leren hoe je volwassen wordt van niet-volwassenen. Maar die verbinding thuis, die mist helemaal. En een kind die trekt zich en dan uiteindelijk zelfs helemaal terug van die hechting met zijn ouders. En dan worden het echt ongelooflijk vervelende tieners. Maar dat gebeurt echt niet zomaar. En het is ook, kan gewoon schadelijk zijn voor de geestelijke gezondheid. Omdat Allah ons geschapen heeft als sociale wezens. En we hebben het nodig om in een relatie te staan en gehecht te zijn met in ieder geval 1 persoon. In ieder geval 1 persoon die jou, die de basis is, die jou de veilige haven is. En nogmaals, het is echt nooit te laat om de relatie en hechting te herstellen. Zelfs in de 10 jaren nog. Behalve als er natuurlijk echt sprake is van een hechtingsstoornis. Dan raad ik je echt aan om hulp te zoeken, want dat is niet zomaar op te lossen. Maar dat ontstaat ook niet zomaar. En nu kom ik eigenlijk ook weer terug bij het punt van de vorige lezing. Zet de relatie met je kind voorop. Doe het opvoeden er gewoon niet even bij. Dus alle drukte en alle andere verantwoordelijkheden die we hebben. Besef dat opvoeden meer is dan alleen die materiële zaken en alleen te eten geven aan je kinderen. En zoek niet enkel een heel intimine momentje om even met je kind te zitten, terwijl je vaak toch nog afwezig bent. Is een mooi begin natuurlijk om met je kind te zitten. Zoals ik net ook al zei,
Dat kan echt verandering brengen, dat ene moment. Dan heb ik echt een heel mooi, mooi voorbeeld ook van een moeder die ik dan ken. Die heeft een zoontje van 6, 7 jaar. Die altijd heel, heel druk was, niet luisterde, et cetera. We hebben het ook over die verbinding gehad. En ik gaf haar een hele simpele tip. Van neem elke dag één moment dat je er echt bent, alleen voor hem. En zij pakte dat moment, 's avonds als ze hem naar bed ging brengen, ging ze even bij hem in bed liggen. En ze zei dat ze zoveel van hem hield en hem zo lief vond. En zijn eerste reactie was, echt waar, vind je mij zo lief? En daar was ze zelf heel erg van geschrokken dat hij niet besefte wat hij eigenlijk betekent voor haar. En ja, dat ze echt door gaan zetten, elke avond weer met hem in bed liggen, zeggen dat ze zoveel van hem houdt, zo blij dat ze zijn moeder is, et cetera. En na 2 weken, het was een compleet ander kind. Dat ene momentje van echte verbinding. Dat kan al zoveel, verschrikkelijk veel verschil maken. In het gedrag van het kind, maar ook in jouw gevoel naar je kind toe. Het is echt die wisselwerking. Dus echt, verandering kan je gewoon echt doorbrengen door die relatie op de eerste plaats te zetten. Je kind op de eerste plaats te zetten, zoals hij is. Aandacht, aandacht en aandacht. En het verschilt per kind wanneer het genoeg is. Maar je zal merken dat je kind dan echt tot rust zal komen. En creëer door de hele dag heen momenten samen met je kind. Maar ook als gezin samen. Zorg dat jullie in ieder geval altijd samen eten bijvoorbeeld. Speel spelletjes samen, heb plezier samen. Laat je kind voelen dat hij belangrijk voor je is. Dat jij er gewoon bent, altijd. En dat je kind soms verschrikkelijk stout kan zijn. Maar dat je kind nog steeds heel lief is. Wat zeg ik verkeerd? Een kind kan heel stout doen, maar nog steeds heel lief zijn. En maak dat verschil ook duidelijk naar je kind. Dus niet van, oh wat ben jij zo verschrikkelijk stout. Maar van, ik vind het niet leuk wat je nu doet. Of ik vind het stout wat jij nu doet. Maar ik vind jou nog steeds heel lief. Het is een klein verschil. Maar het maakt verschil. En dat betekent echt niet dat je alleen maar bezig hoeft te zijn met je kind of met je kinderen. Je kinderen mogen natuurlijk ook geen afleiding zijn van je aanbidding bijvoorbeeld. Of van andere zaken die gewoon heel erg belangrijk zijn. Maar het moet gewoon in een mooi evenwicht zijn. Dus en die aandacht voor je kind gewoon op dagelijkse basis door heel de dag heen. En natuurlijk dat stukje voor jezelf. Waardoor jij je ook weer beter gaat voelen en meer sabber hebt met je kinderen. En blijf ook gewoon altijd beseffen dat jij de volwassene bent. Want echt, als je kind discussieert met jou of terugpraat, besef dan ook dat een discussie kan enkel doorgaan als jij ook terug blijft praten. Als je gewoon zegt van nee, ik heb het gezegd, het is nu klaar, dan kan je kind misschien wel doorgaan, maar je trekt jezelf wel terug. Jij bent de wijste. En heeft je kind een moeilijk moment vol emotie? Laat dan ook zien en merken dat jij er bent. Want ik weet dat je nu heel boos bent, maar ik ben er voor je. Dat geeft je kind een gevoel van veiligheid. En soms dan kunnen ze onaardige dingen zeggen of dingen een grens overgaan in boosheid. Of dingen doen die jij gewoon echt totaal niet accepteert. En laat het dan ook op dat moment gaan, want in boosheid is gewoon niemand aanspreekbaar. En reflecteer daarna samen. En stel gewoon dan wel die grens van ja, prima dat je boos bent. Maar ik wil niet dat je iemand gaat slaan of met boeken gaat gooien. En voor ons moeders geldt natuurlijk hetzelfde. Voelen wij dat de emotie eventueel wordt? Is ook allemaal prima. Maar neem mezelf even een time-out. En of anders als de profeet sallallahu alaihi wasallam ons aangeraden heeft. Ga wudu maken, ga even zitten, zoek toevlucht bij Allah. Maar ga geen gesprek aan als je zelf boos of te emotioneel bent. Echt waar, mama. Het kan wachten. En hetzelfde met elke andere situatie. Doet je kind iets wat je niet leuk vindt, praat erover. En kom samen tot een oplossing. En dat kan ook echt al bij jongere kinderen.
En een kind leert door vallen en opstaan en heel veel herhaling en herinnering. Maar denk ook in al deze situaties, wat heeft mijn kind nodig van mij? Hoe kan ik hem in deze situatie helpen? Of wat kunnen we samen doen? Of wat kan ik doen om deze situatie te voorkomen? En denk aan in oplossingen en niet in problemen. En door zelf rustig te blijven in de situatie, kan je kind ook weer leren om rustig te blijven. Want jij bent die spiegel. En ook hoe vaker je reflecteert op situaties, hoe beter jij je kind leert kennen. En dan uiteindelijk kun je ook gewoon heel veel vervelende situaties voorkomen. Ja, mocht er dan toch eens uit de hand lopen en reageer je niet zoals je wilt, maak het dan ook weer goed. Dan knuffel jouw kind en zeg gewoon sorry. Morgen is er weer een nieuwe dag, inshallah. Spannend alom, babiam dik shalalai lai, en stag voor de komende week.